Ieder dorp of stad heeft wel een paar openbare kunstwerken. Maar na het plaatsen wordt het werk vaak vies of zelfs vernield. Zonde, vindt Anouk Boerman uit Arnhem. Want na een sopje krijgt het kunstwerk weer de aandacht die het verdient. Even met de bezem erover. Een sopje over de staart en het feestaardvarken in Arnhem ligt er weer netjes bij. Ik krijg gewoon lamme armen van. Maar het is wel goed voor de kunstwerken natuurlijk en daar gaat het om. Anouk Boerman heeft als afstudeerproject aan de Artes Hogeschool de organisatie Public Art Cleaners opgericht. Vanaf vorig jaar mei trekt ze door het hele land om vergeten kunstwerken op te poetsen. Want dat is hard nodig, vindt Anouk. Dat er niet meer onderhouden wordt, dat er veel groene aanslag op komt en ze eigenlijk verwaarloosd worden. Ja, dat is zonde. Vanuit alle hoeken krijgt Anouk hulp, ook van haar moeder. Ik denk als moeder zijnde, ik ga voor de gezelligheid, hè, koekjes en drinken mee. Daar zijn moeders voor, toch? Ja. Dat is dus druk aan het schoonmaken, hè? Ja, soms was de wens wel eens of ze dat thuis op haar kamer ook zou doen, hè? Maar ja, dat weet je met studenten als ze op kamers wonen. Ook komt Alex van Hoof, directeur van Burgers Zoo, een handje meehelpen. Hij is immers de koper van het kunstwerk. Bij ons was thuis altijd de spreuk, alleen gek en dwazen schrijven op muren en glazen. Ik vind het heel vreemd dat mensen aan andermans spullen zitten, zeker aan kunst in de openbare ruimte. En dat allemaal onder het toezind oog van de maker van het kunstwerk, Florentijn Hofman, die ook af en toe het varkentje komt wassen. Als wij hier bij Rosette zijn of bij de circusschool, dan gaan we meestal even hier achterlangs, halen we al het afval op en waar ik kan poetsen, dan poets ik even.